Welkom bij een nieuwe video. Ik ben vandaag niet thuis. Ik ben namelijk bij de enige echte Christina. En zoals jullie misschien al kunnen zien, we gaan vandaag organiseren. Ik ga even naar Chris toe. Oh, ik zie daar een verkade chocoladeletter. Lekker. Jij hebt nog chocoladeletters liggen. Joh, vertel ze wel even dat de rest van mijn huis wel normaal is, behalve de wasgoed. Chris is heel netjes, maar haar kantoor heeft even hulp nodig. Ja, heel klein beetje hulp. We zijn zo klaar. Het is zeg maar, het probleem met deze kamer is, ik kom hier binnen en dan kijk ik om me heen en dan doet mijn hoofd het niet meer en dan draai ik me om en dan loop ik hier weg en doe de deur dicht. Dus iedere keer als ik iets nieuws heb, pakketje of whatever, spulletjes, kijk dit, zet ik het hier neer. En hier heb ik dus ook mijn washok van gemaakt, maar daarom heb ik daar de was even uit beeld gezet. We hebben goede hoop, we hebben hier wat kasten, we hebben hier nog meer kasten met deuren. Ja, met deuren, dus en deze hoe leuk. Bakjes. Ja, dus dat gaan we kopen inderdaad, maar hebben we nog even schoongemaakt. Ik denk dat dit soort van mijn PR-kast gaat worden. Ja. En daar? En hier heb ik dus heel veel spullen in die ik ook echt gebruik. Ja, ik moet even kijken hoe ik hier naartoe ga lopen. Maar ik heb hier dus echt spulletjes die ik gebruik. Wacht, we gaan zo even goede befores filmen. Maar douchegel, dat soort dingen, parfum, dat heb ik hier allemaal in. Heel veel dingen die ik echt gebruik, is het hier. Dit moet allemaal nog georganiseerd. Yes, zijn we er klaar voor om naar de winkels te gaan? Die kast liggend, de tafel anders. Troep in de kasten, uitgezocht en zijn we ready. Top. First things first. We gaan naar de action. Nou meid, wat top. Hier hebben we er eigenlijk nog veel meer van nodig. Dit is de status. Heel veel bakjes. Twee doppen. Oh ja, je gaat nog zoveel meer doppen vinden hier. Kan deze doos weg? Ja. Dit krat, die tas en daar op de gang allemaal papier. Dit is allemaal oud papier wat uit die kamer is gekomen. Maar het gaat al goed. We zijn goed op weg. Mijn tactiek is eerst haal je al het afval eruit. Dan gooi je alles wat er niet hoort uit de kamer. En daarna begint het ordenen en schoonmaken. Nou, ik vond dit leuk, want die dingetjes passen dus echt perfect op dit rolding. Maar eigenlijk heeft Chris zoveel make-up dat het gewoon even anders georganiseerd moet worden.
Dus we gaan even een andere aanpak doen. Maar ik wilde dit nog even laten zien hoe leuk het past. Het past wel echt heel leuk. Oké, we hebben een nieuwe setup. Chris wil graag een spiegel en een kwast erbovenop. En dan past dit nog perfect ernaast. Dus ik ga deze nu even vullen met haar daily make-up. Nou ja, 10 voor 12. Maar we zijn eigenlijk zo goed als klaar. Ik zal jullie even de effecten laten zien. Als eerst deze PR-kast. Helemaal met bakjes vol en ruimte om te groeien. Hier hebben we dingen waar Chris nog leuke TikToks mee gaat maken. Dus zeker gaan kijken, volgen alles. Deze doorzichtige bakken zijn van Action en die zwarte bakken zijn van IKEA. En deze komen ook met deksel, maar ja, het was denk ik handiger zonder deksel voor hier. En dat zit allemaal netjes in deze kast. Maar omdat het zo doorzichtige bakken zijn, dan krijg je wel weer inspiratie voor nieuwe content. En daar zitten nog allemaal nieuwe haarproducten om te testen. Dan hebben we hier ook een lege vloer. Lang niet gezien. Heel mooi. Deze kast stond eerst rechtop. Die hebben we nu zo gezet. Met nieuwe bakken erin van IKEA. En hier leuk. Dit dingetje is van Action. Deze is van Action. Sieraden organizer. Dit memobord is van IKEA. Hier wat mooie parfums neergezet. En dan zit hier bijvoorbeeld nog wat extra parfum. En in deze bakken zitten ook nog make-up tasjes. En wat andere nieuwe spullen. En dan is daar Christen administratie. De tafel hebben we ook anders gezet. Die stond eerst zo, maar die staat nu zo. Veel meer ruimte in de kamer. Hier is een lekker werkplekje. Laptop. Dit wilde ik even zo leuk neerleggen. Die stiften zijn voor dat memo-bord. En dan hebben we hier de make-up trolley. Helemaal leuk met alle daily make-up. We zijn een fan van Can't Stop, Won't Stop. Hier is de hele collectie te vinden. En Chris heeft ook lekker veel kwasten. Altijd keus, leuk. Lipliners. En daaronder nog wat extra lipproducten, paletten en hier make-up remover en dingetjes. Nou, en ook deze kast is helemaal lekker weer ruim. Ja. Hier, de most important paspoort en vlogcamera. Oh ja, deze heb ik wel leuk georganiseerd. Vond ik zelf. Hier zijn minis. Shampoo, shower gel, shower oil. En wat minis van Moroccan oil. Heel leuk. En dan hebben we hier Chris haar hele make-up. Maar hier gaat ze zelf een make-up collectie van opnemen. Dus dan moet je maar even op haar YouTube kijken. Maar dit is zo goed georganiseerd per categorie. Dus highlight, blush, mascara's, lipdingen, etc. Oh ja, en deze is ook leuk. Hier zit de Rimmel collectie. En daar zitten alle Kylie en Jeffree Star ook netjes bij elkaar. En wat hadden we ook weer hierin gedaan? Skincare. Dit zijn minis. Skincare, serums, handcremes. Allemaal netjes bij elkaar. Wat doen we hier nog wat leuks? Oh ja, hier is deo, douchegel, body lotion, zelfbruiner. En dan nu het meest belangrijke gedeelte. Wat vindt Chris ervan? Ja, oh mijn god, ik ben hier zo bizar blij mee. Dit vind ik echt zo prachtig. Dit is eigenlijk mijn make-up tasje, want dat ging zeg maar door mijn hele huis. Zo'n hele grote make-up tas en dat allemaal zat erin, dus ik weet niet hoe ik dat deed. Dit kan ik nu zeg maar soorten als een trolley door het hele huis mee. Ja. En dat is eigenlijk precies wat ik wou, want soms film ik in de woonkamer of hier of waar dan ook. Dus hier heel blij mee. En overal overzicht, dus dit is echt fantastisch, want dit is ook veel makkelijker om even iets anders te gaan gebruiken. Maar goed, we gaan zo de deur uit, dus dit wordt de eerste keer dat ik me even ga opmaken hier. En als je dan gaat werken, kan je hier zitten. Dan hou je
die tafel echt zo aan de ene kant dit, aan de andere kant mikken. Klopt. Ja, dus dat is echt ideaal. Jullie is wel echt super. Hij is fantastisch. Er is heel veel ruimte, wat ik ook heel erg nodig heb. Je kan hier nu yoga doen. Ik kan hier letterlijk, ik kan hier een groepsles gaan houden. Ja, nou, wij doen deze terug. En dan was dit de video. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Yay. En tot snel. Doei. Bye.